Welkom bij jullie favoriete fitnesspodcast. Dit is Get in Shape Late Night. Get in Shape Late Night. Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van Get in Shape Late Night. Vanavond hebben we Jonas en Chi te gast. Goedenavond, jongens. Goedenavond. Het ziet er heel erg avond uit bij jullie op dit moment. Misschien toch eens overwegen voor een andere naam te zoeken voor de podcast. De dagen worden langer, dus het is gewoon lang klaar, s'avonds. Dus, ja, mooi opgelost. Alright. Of we houden het gewoon op een virtuele background. Ja. Alles, dat is een virtuele background, dat is het. Zeker. Hoe gaat het in Nederland, Chi? Ja, het gaat goed hoor. Ik bedoel, net als jullie hebben we natuurlijk, denk ik, winter gevolgd door bijna zomer gekregen. Ja, inderdaad. En dat is voor beide kanten is dat genieten geweest. En mensen zijn heel veel buiten geweest. En ik denk dat dat goed is. Mm-hmm. Voor iedereen. Ja. Ja, inderdaad. Dat was een zeer unieke situatie. Hebben we nog maar weinig meegemaakt hier. Zo van, ja. Van sneeuw het ene weekend naar een t-shirt buiten komen het andere weekend. Ja, en dan van dit weekend is het eigenlijk wel heel fris, vind ik. Ik doe wat buitentrainingen. En gisteren was plotseling nog 1 of 2 graden 's morgens. Het was toch even schrikken dat het terug zo koud kon zijn. Ja, dat je erachter komt dat het toch nog echt geen lente is eigenlijk. Nee, inderdaad. Hoe is de coronasituatie momenteel in Nederland? Nou, op dit moment zien we een aantal dingen. Ze gaan versoepelingen doorvoeren en ik denk dat dat gewoon komt door hele hoge politieke druk. Ik snap het wel. Maar ik ben er nog niet helemaal gerust op. Maar ja, dat zijn de ene rechtszaak na de andere rechtszaak speelt nu bij ons. De horeca als branchevereniging die natuurlijk het kabinet voor het gerecht sleept. En nou ja, de volgende groep staat dan alweer klaar, zeg maar. Ja. Dus het is best wel onrustig. Mm-hmm. Maar eigenlijk niet de juiste manier om te gaan versoepelen. Nou, het is houdt een beetje, hangt van, een beetje van de visie af, hè, hoe je erin staat. Kijk, er zijn eigenlijk 2 extreme opties. De ene is isolatie en de andere is eliminatie. En isolatie is van de kwetsbaren. En de andere is eliminatie van het virus. Dus dat zijn 2 uitgangspunten. En wat je bijna ziet is dat iedereen voor de isolatiekant kiest. Mm-hmm. En eigenlijk zie je dat een aantal landen hebben gekozen voor de eliminatiekant. Ja, en die doen het echt veel beter. Ik bedoel, het is een beetje raar om te spreken van winnaars en verliezers. Maar laten we even heel duidelijk zijn. Als we die termen aanhouden, dan zijn de mensen die kiezen voor isolatie, zijn eigenlijk de verliezers. Ja. En de winnaars zijn bijvoorbeeld in Taiwan, Nieuw-Zeeland, Australië, Vietnam, Cambodja, Singapore. Die zijn al sinds vorig zomer, hebben zij gewoon eigenlijk nagenoeg vrijheid. En in Nieuw-Zeeland was er in Auckland heel kort iets van de Britse variant ontdekt. Zijn ze in lockdown gegaan, 72.000 mensen getest. 3 dagen later hebben ze het gewoon weer vrijgegeven. En iedereen zit weer op een terrasje aan het sporten. Ja, wow. Ja. Oké. Okay. Ja, dus dat is zeg maar, dat is dus je uitgangspunt. Eliminaties of isolatie. Nou ja, als we kijken vanuit een eliminatiestandpunt, dan loopt het helemaal niet natuurlijk. Mm-hmm. Want het aantal besmettingen loopt eigenlijk op. En vanuit een isolatie werkt het eigenlijk ook niet. Ja, Zweden en Zwitserland zijn dat een goede voorbeelden van geweest. Ja. Die hebben uiteindelijk hun standpunt moeten bijdragen vanaf december. Dus ja, en eigenlijk ja, doen jullie het eigenlijk heel goed als België. Ja, het lijkt toch zo. Hè? Alhoewel dat onze cijfers ook wel de laatste dagen weer flink omhoog gaan. Hè? Weer flink omhoog gaan. Ja. Ja, dat heb ik gezien, ja. En dat kun je direct relateren aan... kijk, jullie moeten verplicht thuiswerken, maar dat gebeurt aanzienlijk minder.
En dat is bij ons ook. Bij ons is dan een strikt advies om thuis te werken. Maar mensen staan in de file om thuis te mogen werken. Dus elke ochtend. Op de ja. Ja. Dus dat zal wel meevallen. Nee, sterker nog, wij hadden 38% minder verkeer 3 weken geleden. En dat is nu nog maar min 3%. Dus we zijn 35% meer gaan bewegen. Dat helpt niet. Maar goed. Nou, het is wel een interessant onderwerp om uit vitaliteit ook te zien. Ja. Dat was eigenlijk het grote onderwerp van vandaag, hè? Vitaliteit. Ja. Voor veel mensen, vooral in België, is dat echt een onbekend begrip. Wat is vitaliteit eigenlijk? Ja, vitaliteit betekent in soort van de letterlijke betekenis betekent het levendig. En dat kun je vanuit verschillende hoeken benaderen. Sommigen benaderen het strikt vanuit een gezondheidskant. Dus als je maar gezond bent, dan ben je vanzelf levendig. Je kunt het ook vertalen als energie. Of energiek zijn. En sommigen vertalen het vanuit een spirituele kant. Dus het is eigenlijk best een heel, heel breed begrip. En nou ja, wij volgen een beetje de data en we proberen eerlijk te zijn naar onszelf. En wij zijn begonnen. En als je naar de data kijkt, dan ben je iets minder aangetrokken tot de spirituele kant. Maar in de basis zijn wij begonnen vanuit die gezondheidskant, totdat we erachter kwamen dat dat verhaal niet helemaal klopt. En ik zal je vertellen waarom. Er zijn eigenlijk een aantal redenen voor. Omdat we gezien hebben dat er, weet ik hoeveel, 20-jarigen zijn. Die gewoon gezond zijn. Maar die lopen soort van met hun ziel onder hun arm. En eigenlijk, als je dan kijkt naar wat ze doen, zijn ze eigenlijk zijn ze gewoon dood, maar nog niet begraven. Dat is een beetje de status van hun leven. Terwijl we ook met ouderen hebben gewerkt, en zelfs met terminale patiënten, dus mensen die eigenlijk nooit meer beter gaan worden. En daar zat gewoon echt meer leven in dan in die 20-jarigen. En toen we dat een soort van ontdekten door de jaren heen, toen kwamen we erachter dat het vooral gaat over of je nog een reden hebt, of waardoor het leven de moeite van het leven waard maakt. Daar komt het eigenlijk op neer. Want wij dachten altijd, je wil gezond zijn en gelukkig. En dat zijn hele toffe dingen hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar we hebben ook gezien dat dat nog steeds niet zoveel waard is als je niet echt een reden hebt om te leven. Jij kan heel gelukkig worden als jij toffe dingen doet. Daar is verder geen discussie over. Maar wat wij merkten was dat na een paar jaar mensen een soort van idee hadden dat er iets ontbrak. Dat er iets miste. En sommigen zeiden zelfs tegen ons, ik ervaar het als leegte. En wat is dat dan? Ja? En dan is de vraag van, heeft dat dan te maken met gezondheid? En wij zaten heel sterk op dat leefstijlvlak, dus het gedrag om gezond te worden, en dan de technische zaken erbij, weet je wel, beter slapen, en bewegen, en trainen, en op je voeding letten, en al dat soort dingen. En dat is nog steeds belangrijk, alleen hebben wij op een gegeven moment gezegd, wacht even, we gaan het toch opknippen. Want sommige mensen denken dan dat vitaliteit emotionele gezondheid is. Maar we zien ook mensen die depressief zijn. Nou, die zijn niet emotioneel gezond. En toch een reden hebben om te leven. Ja? Dus wij hebben op een gegeven moment gezegd, weet je, we gaan gezondheid schrappen van het woord vitaliteit. We gaan leeftijd schrappen van het woord vitaliteit.
Ja, en wat blijft er dan inderdaad over? Een reden om te leven. Maar dat is op een gegeven moment hebben we ook gezegd, we gaan het knippen met leefstijl. We gaan die twee dingen apart behandelen. En dan zeg je, ja, maar wat is dan precies het verschil? Natuurlijk omdat leefstijl over gezondheid gaat en vitaliteit niet per se. Maar ik dacht, ja, hoe zit dat nou in je echte leven? En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat leefstijl vooral gaat over alle goede adviezen die mijn moeder me vertelde. Dus eet je groenten op, niet de hele tijd op de bank hangen, ja, ga naar buiten, niet alleen maar tv kijken, want dan krijg je vierkante ogen, wees lief, laat je broertje met rust, weet je, al die goede adviezen. Terwijl vitaliteit vooral gaat over de dingen waar ze eigenlijk nooit over sprak. Omdat ze daar het antwoord ook niet op wist. Ja. En dat zijn de dingen die gaan over het leven. En wat is een goed leven? En een goed leven en een reden om te leven is. Dat zijn allerlei vraagstukken waar we van alle tijden. Maar deze tijden zijn nog veel ingewikkelder geworden. Dus van alle tijden was bijvoorbeeld, ja, wanneer ga ik een relatie aan en wanneer moet ik, wanneer ga ik tijd steken in mijn werk en wanneer ga ik een relatie aan? En settelen. En tegenwoordig is het niet meer wanneer ga ik settelen, maar ga ik ooit settelen? Want is monogamie wel voor mij? Ja? Is dat überhaupt een ding of hebben we dat een keer verzonnen zo? Om de massa te onderdrukken? Of wat is dat, weet je wel? Dus we hebben nu tegenwoordig veel meer ruimte voor dit soort vragen. En als we dat terugkoppelen naar corona, dan zie je dus dat wij heel sterk bezig zijn met dat deel van, onze vrijheid is afgenomen. En ik ben jong, dus relatief onkwetsbaar. Dus waarom beknot je onze vrijheid voor die paar ouderen, voor die paar kwetsbaren? Die vraag speelt natuurlijk. En ik snap dat wel. Maar als je vanuit vitaliteit bekijkt en een reden om te leven en proberen te begrijpen waar het leven over gaat, dan ga je zien dat dat die vraag niet zo voor de hand ligt als dat het lijkt. En als we het dan hebben over vitaliteit en wat wij dus in de praktijk doen, hè, dus wat maakt het leven, de moeite van het leven waard, dan in de praktijk helpen wij mensen met het schrijven van hun eigen handleiding van wat een goed leven is. Ja. En vroeger was die handleiding er gewoon. Je ging gewoon zondag naar de kerk, ja. Je ging dit, je ging dat, je ging trouwen, weet je, al die dingen. Maar dat is niet meer. Maar wat is het dan wel? En uiteindelijk is het persoonlijk. Wat je ziet in onze branche zijn heel veel mensen bezig met zelfverbetering. Maar ze gaan één kant op in zelfverbetering. En dat is bijna altijd de passiekant. En dat is op zich geeft dat heel veel. Maar op een gegeven moment ga je erachter komen dat leeg is. Nou, was de introductie op vitaliteit. Alright. Mag ik daar een kleine vraag bij stellen, Gies? Tuurlijk, doe maar. Waarom is het dan leeg? Omdat een passie hebben misschien niet voor iedereen weggelegd is? Of hoe zou je het dan, waarom zou je het leeg bestempelen? Er zijn een aantal redenen. Omdat een passie heel sterk gaat over jou. Over wat jij leuk vindt. Allereerst is het begrip passie al slecht begrepen. Mm-hmm. Omdat met passie, ja, als je kijkt naar de oorspronkelijke betekenis van passie, dan betekent het lijden. En je kent het van Pasen natuurlijk, hè? Dus de lijdensweg van Jezus Christus toen hij gekruisigd werd. En die betekenis lijkt dus compleet anders te zijn dan wat we vandaag hebben. Als in een goed en het leven intens ervaren of zo. Weet je wel, iets in die richting. Maar dat is wel
waar we op gericht zijn. En wat de meeste mensen denken dat een passie is, dat is eigenlijk gewoon geen passie. Dat zijn hobby's en interesses. Mm-hmm. Ja? En dat is goed, want de meeste mensen zijn namelijk, hebben niet iets waar ze heel hard voor willen lijden. Want die vinden gewoon heel veel verschillende dingen leuk. En daarmee is eigenlijk de vraag beantwoord. Heb je de onderliggende vraag, heb je passie nodig voor een goed leven? En het antwoord is nee. Dus dat is één. En de vraag dan is, wat maakt het leeg? Omdat als het gaat om jouw interesses en jouw passie, dan is dat maar een deel van het leven. Mm-hmm. Omdat jij bent het product van de omgeving. Jij interacteert met de omgeving. En ook al denk jij dat jij vooral gericht moet zijn op jouw eigen vrijheid, zeg maar, is jouw lichaam het er niet mee eens. Ja. En de reden waarom jouw lichaam het er niet mee eens is, is omdat wij natuurlijk waarschijnlijk, dat zal waarschijnlijk de reden zijn, is dat wij miljoenen jaren gevormd zijn door de evolutie. En in de evolutie is het heel simpel, als jij vroeger alleen maar dingen deed die jij leuk vond, dan was je ten dode opgeschreven. Ja. Ja, isolatie in zijn algemeenheid betekent dat je ten dode bent opgeschreven. Vroeger. Want het is redelijk duidelijk dat jij bijvoorbeeld niet 24 uur per dag wakker kan blijven. Mm-hmm. Ja, dat is best lastig als er dan gevaar is. Dat kan dus alleen maar met een groep. Ja. En nu zie je dat jouw lichaam gemaakt is om samen dingen te doen. En daar zijn we ook heel goed in. Als je kijkt naar wat mensen anders maakt dan overige zeg maar wezens op deze planeet, dan wordt dat altijd samengevat in de drie C's. De eerste klinkt zeg maar de conferentie, dat is namelijk cognitie. De conferentie die we gaan doen. De tweede is coöperatie, samenwerken. En de derde is cultuur. Ja. Dus dat zijn de drie. En cognitie, kijk, wij zijn niet het enige wezen wat kan redeneren. Je ziet dieren kunnen gewoon een soort van door een doolhof hun weg vinden enzovoort. Maar wij hebben het natuurlijk wel tot een kunst verheven. Mm-hmm. Ik bedoel, ik heb nog niet een nijlpaard Zoom uit zien vinden of zo. Weet je wel? Ja, ja. Maar coöperatie, het samenwerken, is hetzelfde. Wij zitten nu virtueel samen te werken. Ja. En wij creëren samen een product. En dat product heet dan een podcast. Dat is uniek aan ons. En cultuur. Dus de taal die we spreken, de gebruiken die we hebben. Dus hoe je met elkaar om wil gaan. De ongeschreven regels van hoe we met elkaar om willen gaan. En die kan veranderen per groep. En dat is bij dieren veel minder. Het is gewoon, ja, de sterkste soort van die bepaalt de regels. Dus dat is wat ons natuurlijk zo anders maakt. En ja, dat betekent dat we soms het idee hebben dat wij losstaan van ons lichaam. En dat ons lichaam vereist een groep, maar omdat wij onszelf met drie een verhaaltje kunnen vertellen, dat dat niet zo is. En omdat de technologie zover is. Want ik kan mij 5 jaar opsluiten in een huis en dan kan ik prima overleven. Ik hoef alleen maar de supermarkt te bellen en ze komen het bezorgen of de pizza, weet je. Maar jouw lichaam is het daar gewoon niet mee eens. Mm-hmm. Ja, heel interessant. Ja. Ik denk dat dit een van de podcasts gaat zijn waarin Jonas en ik echt ongelooflijk weinig in zelf gaan zeggen. Ik denk het ook. Maar het klinkt eigenlijk ongelooflijk moeilijk om mensen dan te helpen met zo'n zaken. Dan moet je toch al redelijk diep in die persoon kunnen, ja, in zijn leven kunnen snappen wat er allemaal gebeurt.
Ja, nou als je kijkt naar wat wij doen, hè, wij leiden bijvoorbeeld vitaliteitscoaches op. En vitaliteitscoaches, die zijn, die helpen dus, zeg maar, met het schrijven van jouw persoonlijke handleiding van jouw leven. Daar komt het gewoon op neer. Maar dat is zeg maar de consumententaal. Maar technisch gezien zeggen wij, ja, wij counselen, coachen en trainen op wijsheid. Dat is wat we doen. En dan zeg je nou, oké, wijsheid, wat betekent dat? Betekent dat dat je op alle vragen antwoord hebt? En het antwoord is nee. Wijsheid betekent helemaal niet dat je op alle vragen antwoord moet hebben. Wijsheid betekent dat jij de juiste vraag kan stellen. Maar daar heb je heel veel kennis voor nodig. Ja? En juist omdat ik de vraag aan jou stel, hoef ik jou niet te kennen. Want jij, de enige die namelijk het antwoord weet, dat ben jij. En wat je dus de veronderstelling dat je iemand dus heel goed moet kennen, en dat lijkt heel intuïtief en heel logisch, maar dat is niet zo. En ik zou je een heel mooi voorbeeld geven van 20-jarige coaches, die dan in een bedrijf bijvoorbeeld zitten en mensen helpen met persoonlijke ontwikkeling. En dan komt er een 50-jarige vent binnenwandelen. Want die komt dan voor zo'n sessie en die kijkt dan rond en die ziet dan die 20-jarige coach. En die denkt: ja, oké, ben jij de stagiaire of wat ben je de. Ja? Of is deze kamer bezet, weet je wel, voor iets anders. En dan heb je dus natuurlijk, sta je al meteen met 10 punten achter, toch? Ja. Dus die persoon: nee, ik ben de coach, weet je wel. Nou, dan gaan ze zitten. En dan weet je al dat het niet uitmaakt wat je zegt, want hij is met zijn hoofd ergens anders. Dus dat moet je adresseren. En meteen direct adresseren. En dan zeg je: nou, luister, ik ben een mobiliteitscoach, ik help mensen met dit, dit en dat. En nu vraag je je misschien af hoe zo'n jong broekie als ik jou adviezen kan gaan geven over het leven. Nou, dan zie je dat iemand soort van beleefd knikt of iets in die richting. En dan zeg je: nou, ik zal het je het geheim vertellen. Ik ga helemaal geen adviezen geven. Sterker nog, al was ik 50 jaar, ging ik je nog steeds geen adviezen geven. Want dat is niet mijn werk. Mijn werk is het stellen van heel veel domme vragen. En geloof het of niet, maar daar ben ik 2 jaar voor opgeleid. En als je dat zo neerlegt, is onmiddellijk het ijs gebroken. En dan gaan mensen denken: maar wat doe je dan precies? Snap je? Want ik weet niet hoe jij dingen voelt. Ik weet niet wat jij in het verleden. Ik heb geen idee. Ik weet ook niet wat jij belangrijk vindt. Dus hoe kan ik daar een oordeel over geven? Ik weet dat er een bepaalde basis is en dat wij connectie willen maken met mensen, dat wij iets van vrijheid willen ervaren. Dat zijn allemaal dingen die ik weet. Ik weet ook dat we ergens goed in willen zijn. Dus dit geeft mij wat richtingen om vragen te stellen. Maar dan houdt het wel op. Ja, en dan zul jij zelf het aan elkaar moeten plakken. Maar een van de zaken is dat de meeste mensen niet de tijd nemen om dit soort vragen zichzelf te stellen. Ook omdat ze niet weten welke vragen ze moeten stellen. Maar ze nemen ook nog eens niet de tijd. Ja? En ook al heb je het idee dat je als coach niks toevoegt, het gegeven dat jij je cliënt dwingt om na te denken over dit soort dingen, dat alleen al voegt heel veel toe. Want wij gaan gewoon nog door met ons leven, gewoon. Ja, we hebben het allemaal druk. Ja. Heel, heel interessant, want het doet me wel denken aan de klanten waar dat je het gevoel hebt dat je meest grip op gehad hebt in het traject. Zijn vaak de klanten die je tot nadenken hebt aangezet. Dus kan daar zeker in komen dat het uitgangspunt zou moeten zijn. Ja, mooi. Ja, nou wat je ook ziet is dat mensen die worstelen met dit soort dingen. Dus als in, ja, waar gaat mijn leven over? Of zit ik bij de juiste partner? En
ja, ik vind mijn collega's wel werk, maar om mijn werk doen ze dingen die niet zo heel, heel tof zijn. Mm-hmm. Dat die, als je daarmee bezig bent, ben je minder bezig met het leven. Dus je bent soort van gegijzeld, soms door dit soort zaken. En zeker als je bijvoorbeeld en je baan kwijt, omdat je hoort dat je niet goed genoeg bent, en je raakt je partner kwijt, eigenlijk om dezelfde reden, dan ben je in zak en as. Nou, sommige mensen die staan meteen weer op, vegen af en weer gaan. En de meeste crashen dan gewoon 3 kilometer later. Ja. Anderen die zijn dus gestruikeld over het leven en die blijven gewoon liggen. Ja. En anderen die doen een poging om te staan, die denken, nou nee, dit gaat hem niet worden, die gaan weer liggen. En de vraag is, wat is wijsheid? Mm-hmm. Moet jij nu opstaan en doorrennen? Of moet je blijven liggen? En hoe lang moet je blijven liggen? Of is de ene keer opstaan en de andere keer blijven liggen? Maar wanneer moet je dan opstaan en wanneer moet je dan blijven liggen? Nou, al dat soort dingen. Dat is waar vitaliteit over gaat. Omdat het een onderdeel is van het leven. En als ik dan weer terugkeer naar passie. Als je kijkt naar passie. Passie geeft gewoon een goed gevoel. Maar wij weten dat wij als mensen gewoon allemaal fouten maken. En er zijn allemaal dingen die ons overkomen. Mm-hmm. Ja? Als jij denkt dat jij grip had op de wereld in 2019, dan heb je in 2020 geleerd dat dat wel meevalt eigenlijk. Ja? Dus, een understatement. Ja, dus, ja. Dus er overkomen ons ook gewoon dingen. En de vraag is, kun je daarmee dealen? En dat is zeg maar de donkere kant van het leven. En ik snap wel dat je denkt van, ja, maar ik vind dat minder interessant, weet je wel. Want dat geeft mij geen goed gevoel. Dan snap ik. Maar als jij op zoek bent naar het goede leven, en je weet dat dat een onderdeel uitmaakt van het leven, dus van het echte leven, ja, dan maakt het eigenlijk niet uit welke definitie je hebt van het goede leven. Maar ik denk dat we het snel eens zijn dat het goede leven op zijn minst een echt leven is. Ja. En als het een echt leven is, dan is dit een onderdeel daarvan en dan moet je ermee kunnen dealen. Ja. Ja? Want sommige mensen die gaan een programma in en dan overkomt je iets. Dat noemen wij dan altijd de crisis. En de crisis kan alles zijn, maar het is een reden om te stoppen. Ja. En sommige mensen kunnen door en andere mensen kunnen absoluut niet door. En ik wil niet zeggen dat je iedereen kan helpen om door te gaan, maar je kunt wel een groter deel helpen om door te gaan. Ja. Ja? En dat is waar dat heeft te maken met die handleiding. Heb je je handleiding geschreven? En dat is een levenslang werk, omdat het altijd updates vereist. Maar uiteindelijk zie je dat de meeste mensen niet eens een basis hebben. Ja. En een basis is dat je niet begrijpt dat je onderdeel wil uitmaken van een groep. Dat je goed wil functioneren in een groep. En dat, dat vrijheid, echte vrijheid, uiteindelijk het gevolg is dat je jezelf mag zijn in de groep. Ja, dat is wel. Ja. Die komt wel even binnen. Dus daar denk je over na. Ja. Ja, dat is. Ja, en weet je wat je ziet, is dat mensen die twee dingen overslaan. Dus behoren tot een groep. Goed functioneren binnen een groep. En dan die vrijheid. Wat je bijna altijd ziet, is dat mensen meteen schieten naar vrijheid. Nou, dat is wat wij in Nederland de vlag op een modderschuit noemen. Dus dat lijkt dan heel mooi, maar daaronder zit gewoon helemaal niks. Ja? En dan heb je het niet begrepen. En dat is de reden waarom we onzeker kunnen zijn, of een lage eigenwaarde hebben. Ja. En eigenwaarde is precies hetzelfde. Eigenwaarde is
mensen denken dat je jezelf waarde moet geven. Ja, ja, dan heb je het niet begrepen. Omdat eigenwaarde, jouw lichaam is constant aan het scannen op veiligheid. En één ervan is hoe goed jij in de groep ligt. Het is gewoon een continu proces. Dat kan jij niet uitzetten. Het zit gewoon erin. En als er signalen zijn dat jij niet goed in de groep ligt, dan daalt jouw eigenwaarde. Ja. Dus in plaats van te zeggen, nou, ik geef mezelf waarde, mensen moeten mij maar accepteren zoals ik ben. Ja? Nou, dat is echt de snelste manier om van de afgrond af te springen. Dat is namelijk, dat werkt niet. Ja? En soms is die meter kapot, hè? Dus zeg maar, het is een soort interne meter, zijn die sensoren stuk. Dat kan. Maar in de meeste gevallen blijkt gewoon dat je het echt gewoon niet begrepen hebt. Ja. Ja? En als je het niet begrepen hebt, dan moet je gewoon kijken, hey, wacht even, ik krijg signalen dat ik niet goed in de groep zit. Kan ik daar wat aan verbeteren? Dat zou... Dat kan een traject zijn. Ja. Ja. Ja, vitaliteitscoachen doen dus duidelijk echt wel nog een heel ander werk dan dat Jonas en mij doen. Ja, we hebben vroeger hebben wij het altijd gecombineerd. Mm-hmm. Ja. En dat komt omdat de groep waar wij, ik bedoel, want wij doen natuurlijk ook gewoon, we hebben een personal trainer opleiding. Mm-hmm. En je ziet dat heel veel mensen vanuit die groep heel veel interesse daar hebben. En dat heeft alles te maken met de tijd van zelfoptimalisatie. Dus de beste versie van jezelf willen zijn. En vanuit die insteek stappen ze daar ook in. En vroeger dachten wij dat het goed te verenigen was. Maar het blijkt in de praktijk heel moeilijk te zijn. Blijkt dat de klanten, dat mensen jou in een hokje stoppen. Ja. Dus de klanten stoppen jou in een hokje. Dus jij kunt in allebei even goed zijn, maar uiteindelijk zien ze je als één van de twee. Ja, ja, ja. Ja? En als jij in een gym zit en er is materiaal en er zijn zwetende mensen, dan is dat het etiket wat jij krijgt. Ja. Ja? En we hebben heel vaak meegemaakt dat zo'n personal trainer, die heel bedreven hierin is, heel betrokken, en die stelt wat van die vragen. En die persoon die gaat nadenken, die denkt, wow, oké, dit is echt, echt een hele goede vraag. En die komt dan de week daarna. En die week, en dan zegt hij, joh, dat gesprek wat wij hadden de vorige week, dat heeft echt, echt is veranderend voor mij geweest, levensveranderend. En ik heb nu een coach in de arm genomen om mij daarbij te helpen. Maar jij bent het niet. Ja. En dat komt omdat zij niet begrijpen hoeveel waarde je hebt toegevoegd. De omgeving bepaalt dus de waarde van jouw werk in één keer. Ja. En wij hebben gezien dat mensen die het komen... Ik ken geen enkel succesvol voorbeeld. Oké. Van de combinatie. Ik zie dat mensen het gaan scheiden. Dus die hebben of een aparte toko ervoor... En ik zie mensen die kiezen gewoon. Die zeggen, nee, ik blijf toch in het trainingsvak. Of sommige mensen zeggen, ik laat het trainingsvak volledig los. Mm-hmm. Ja, ik kan me inbeelden dat er echt mensen zijn die daar ook niet voor weggelegd zijn om vitaliteitscoach te worden. Nee, zeker. Dus daarvan zie je dat zij het vooral doen voor hun eigen ontwikkeling. Ja. Dus dat gebeurt ook. Dus er zijn heel veel verschillende manieren om met dit soort dingen om te gaan. Ja. Wow. Ja. Maar uiteindelijk is het, ja, gaat het natuurlijk gewoon over het leven, over het echte leven. En als je op een gegeven moment ervaart van, hey, ik denk dat ik iets mis, of ik heb heel veel vragen, maar geen antwoorden. Nou, dan heb je zo'n cliché, die antwoorden, die zitten in jou. Dat is het cliché. Alleen... als je, zeg maar, getraind bent, dan kun je sneller tot die antwoorden komen. Net als dat als je, ja, ja. Gaat gewoon hulp van een expert hebt in zijn algemeenheid. Ja. Ik denk dat ik het begreep. Ja. Ja. Ik denk dat deze periode
ook veel mensen aan het denken zal zetten. Zoals je thuis zit na corona, als je al thuis moet werken, thuis moet sporten, ja, voor eigenlijk voor alles thuis zit, dat mensen ook veel meer op zo'n ding kunnen gaan focussen. Dus eigenlijk is dat nu toch een goede periode, of ja, goede periode voor vitaliteitscoachen om, ja, om te werk te gaan, of niet? Nou, ik denk dat het heel goed is als mensen op een gegeven moment, als je alleen maar bezig bent met het idee dat jouw vrijheid wordt beknot, dus dat ze je vrijheid afpakken, dan denk ik in zijn algemeenheid dat het goed is om een keer na te denken over hoe dat zover gekomen is. Want de vraag is, waarom is dit het geval? Is het... want als je kijk, pandemieën, want daar praten we dan over, zijn van alle tijden. Daar is geen discussie over. Alleen de snelheid waarmee ze opvolgen, SARS, MERS, swine flu, dat is wel nieuw. En de vraag is, heeft dat iets te maken met hoe wij leven? En het antwoord is ja. En dat begint al met het gegeven dat als ik besmet ben en ik stap in het vliegtuig, dan 12 uur later heeft iemand anders daar last van, zeg maar. Ja, buiten mijn bubbel. Ja. Dus dat is één. Maar wat ook interessant is, is waarom dat pandemieën in Europa in de moderne tijd nog nooit ontstaan zijn. Dat is ook een vraag die je moet beantwoorden. En de reden is omdat wij gewoon riolen hebben en keuringsdienst van waren. Dus we hebben veel controles. En als er een probleem wordt gevonden, dan kunnen we het meteen indammen. Mm-hmm. Ja. Maar nu moet je die twee aan elkaar plakken. Want er zijn namelijk heel veel landen waarin dat niet gebeurt. Waar het wel kan ontstaan. En vervolgens vliegen wij daarheen en zij vliegen hierheen. Dus nu krijgen we al, zeg maar, iets groter beeld van wat er gebeurt. Dan zeggen we, ja, maar hoe kan het dan zijn dat ze daar in riolen, in huizen wonen zonder riolen, in sloppenwijken, in al dat soort dingen. Hoe kan dat? Ja, dat komt omdat wij heel veel goedkoop spullen willen hebben. Ja, ik denk dat jullie ook zoiets als AliExpress kennen en zo. Ja. Uiteraard. Ja. Nou ja, ik heb begrepen dat in Nederland, weet ik veel, 100.000 pakketjes per dag binnenkomen. Ja, gemaakt door mensen die in sloppenwijken wonen. Met meerdere generaties in huizen zonder riolen. Die elkaar besmetten en die dan vervolgens om 7 uur 's ochtends bij de fabriek aanmelden in de stad. Daar de resten aansteken. Inclusief de manager die die middag op het vliegtuig stapt. Ja? En daar komen natuurlijk een deel van onze problemen vandaan. Mm-hmm. En dan kom je, zeg maar, een soort van buiten je bubbel. Als jij denkt van, dit gaat over mijn vrijheid en over mijn leven, dan ga je in één keer zien wat de connectie is met de rest van de wereld. Hmm. En dat jij dus niet losstaat van de rest van de wereld. Dus als ik het vrij naïef nog een extra vraag daarbij mag stellen, is de gedachte dat mondmaskers, social distancing, dat een nieuwe evidentie zal worden, dan is dat eigenlijk kortzichtig, want waarschijnlijk op lange termijn zal er iets moeten veranderen in heel ons globalisering van de wereld, of de manier waarop we aan economie doen. Of, Zeker. Maar de vraag natuurlijk nu al is waarom vinden wij het normaal dat wij om de 2 weken nieuwe kleding kunnen kopen? Mm-hmm. Waarom is dat normaal? Vroeger had je, zeg maar, seizoenskleding.
Toen kwamen de H&M's, toen was het om de 6 weken, dus toen had je een nieuwe collectie. Toen kwam de Zara, toen had je om de 2 weken nieuwe collecties. Nu is het gewoon heel simpel. Je kan niet meer met hetzelfde shirt een foto nemen op Instagram. Dat kan gewoon. Dus als jij, en als je geen geld hebt, dan koop je het vrijdag en dan breng je het maandag terug. Ja. Zover zijn we gekomen. En ik snap dat je op een gegeven moment denkt, ik ervaar leegte in mijn leven. Ja, dat begrijp ik. Als dat op een gegeven moment je leven wordt. Dus wij moeten ons een aantal fundamentele vragen stellen. Wat is nou echt belangrijk in het leven? Wat is nou de moeite van het leven waard? Als we die vraag kunnen beantwoorden, dan hebben we ook meer een beeld van hoe de wereld eruit moet gaan zien. Ja, en dan gaan dingen veranderen. Want stel je voor, noem maar iets raars, maar dat jij een eerlijke prijs voor dingen gaat betalen. Ja? Want als ik voor 5 euro, als ik slim boek, een trip kan maken naar Milaan, om een dag te kunnen fundshoppen. Mm-hmm. Iedereen snapt dat dat niet kan. Hoe kan je nou 100.000 kilo aan staal de lucht in krijgen en 1.000 kilometer verderop laten landen voor 5 euro? Ergens klopt er iets niet. Nee. Ja? En we weten dat dat vervuiling met zich meebrengt. En dat weten we allemaal. Dus ik bedoel, zonder dat je daar echt heel technisch over hoeft te zijn. En wie betaalt die rekening? En kan die rekening van die 5 euro worden betaald? Ja, dat is natuurlijk nee. Ja? Dus zodra wij beginnen met een eerlijke prijs betalen, waardoor mensen aan de andere kant van de wereld die producten maken, in enorme luxe komen, dus een huis hebben met een riool, ja? Dan knapt onze wereld een klein beetje op. Mm-hmm. Het probleem alleen is dat wij denken dat vrijheid, dat het doel is. Maar vrijheid is niet een doel. Vrijheid is het gevolg. Ja. Ja. Gevolg van veiligheid. Ja. En die... duur woord voor vrijheid is autonomie. Ja, en mensen lijken dus niet... Ja, die verwarring zie ik dus heel veel. En net als met eigenwaarde. Dat je denkt dat je jezelf waarde moet geven. Dat is compleet losgerukt van jou, van de realiteit. Mm-hmm. Maar het is heel, het is niet, maar ga daar maar eens mee dealen. Ja. Ja. En dat zien we als je kijkt naar zelfoptimalisatie, dan draait het natuurlijk om 3 dingen. Namelijk dat je succesvol moet zijn, dat je gelukkig moet zijn, want anders ben je een loser. Mm. En dat jij er goed uitziet. Die 3, dat is de Holy Trinity. Ja. En als je daar niet aan voldoet, dan hebben we een probleem. Ja. Ja? Maar ondertussen zitten we allemaal thuis. Met je sixpack. Ja. Ja? Klopt, ja. Ja. Ja, dus dan moet je echt serieus even afvragen of die Holy Trinity ook echt de Holy Trinity is. En ondertussen zitten mensen te klagen over de kwaliteit van een vaccin en hoe heftig het wel niet is, terwijl ze elke dag pakjes bestellen op AliExpress. Ja, precies. Ah. Ja. Ja. Ja, die komt hard binnen eigenlijk. Ja. 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 Maar er zijn al zoveel bijvragen die ik daarover zou willen stellen, maar dat is een heel andere podcast natuurlijk. Bijvoorbeeld dan wat dat bij mij altijd in mijn hoofd... Ik zoek altijd, om het overzichtelijk te maken, naar een soort van dom antwoord om dingen waar ik niks over weet, om dat te klasseren en dan aan de kant te zetten. Dan is mijn oplossing daar altijd voor geweest, ja, maar we zijn gewoon met te veel mensen op deze aardbol. Als we daar iets aan doen, zou alles wel terug oké zijn, maar dat is, ik denk dat dat niet echt een,
een constructief antwoord is op dat vraagstuk. Nee, nou, het is iets wat heel vaak geroepen wordt en wat ik ook wel begrijp. Maar wij produceren voedsel voor 12 miljard mensen elke dag. Er is genoeg voedsel. Maar wij gooien gemiddeld, als je het terugvertaalt naar een inwoner per land, 900 tot 1400 calorieën weg per dag. Dat is wat wij doen. Ja. Dus we hebben hier dus een distributieprobleem. Ja. Het tweede is dat overpopulatie gekoppeld wordt aan gezondheid. Is eigenlijk gekoppeld aan gezondheid. Dus dat is wat Bill Gates eigenlijk zegt. Als we mensen vaccineren, dan neemt de populatie af. En daar zien mensen allerlei complotten in. Dat je onvruchtbaar wordt door de vaccins. Maar uiteindelijk, wat hij natuurlijk gewoon bedoelt, dat als de kans dat jouw kind niet sterft, enorm afneemt, dan heb je minder kinderen nodig. Ga je minder kinderen creëren. Ja? En dat zien we overal. Vroeger hadden we gezinnen van 8 en 10 en 12. Ja? En nu is het iets van, weet ik veel, 2,3 of zo. Dus dat is 5 keer minder geworden. En dat komt omdat het zo goed gaat. En als we iedereen op deze planeet een beetje beter kunnen maken, dan gaan we dus minder populatie krijgen. Maar er is nu, op dit moment, is er genoeg ruimte. Nog, zeker. Ja. Maar het betekent dat we nu iets moeten doen. Dus als je mensen laat wonen in huizen zonder riolen, en de sterftekans is heel groot onder kinderen, dan gaan ze meer kinderen nemen. Ja. En als ze net iets meer overleven dan doodgaan, dan groeit de populatie. Ja, dus hier zie je hoe alles met elkaar verbonden is. Dus jij bent vooral bezig met welk shirt ga ik nu aantrekken voor mijn volgende selfie. Ja, en ondertussen gebeurt er dit. Ja, ja klopt. Ja. Ik zet mij nu af te vragen van waarom toon ze zo'n ding zoals dit gesprek nu niet op tv? Dat is toch veel nuttiger dan het stomme nieuws dat we elke dag krijgen. Waarom ben je nog op zondagavond niet op de televisie? Ja. Dat kan ook niet. Wij willen Chi op tv. Ja. Ja. Nee, maar dit zijn allemaal... Ja, we hebben er natuurlijk ook heel lang over gedaan om zo'n plaatje een beetje rond te krijgen. En dat begint natuurlijk gewoon met vragen stellen, maar ook een kennisraamwerk van begrijpen dat wij dat wij als mens hebben een natuur, een ontwerp, als je dat zo wil noemen, en wij kunnen niet onder water ademen. En als we van de 10e verdieping afspringen, dan knappen we daar meestal ook niet van op. En dat betekent dat we dingen moeten doen die passen bij ons ontwerp. Ja, en wij zijn wel heel flexibel, maar we hebben nog steeds een ontwerp. En in een van die ontwerpen, een van de dingen is dat wij, net als dan een auto brandstof nodig hebben, hebben wij ook brandstof nodig, maar veel verschillende vormen van brandstof. En eten is daar één van, drinken is daar één van, maar willen sociale connecties hebben is daar ook één van. En ergens goed in zijn, willen zijn, op jouw niveau, in jouw groep, is daar ook één van. Dus als je eenmaal weet wat er een beetje in de natuur zit, we hebben er meer hoor, we hebben bijvoorbeeld ook een behoefte aan variatie. Dat is een biologische behoefte. Dat is een van de redenen waarom dat je heel lang in een statische houding, als je heel lang in een statische houding zit, dat jouw lichaam gaat protesteren. Dat is een basisbehoefte. Dus daar moeten we allemaal rekening mee houden. Wil je, als je een goed leven wil hebben, is dat je begrijpt wat je behoeften zijn. Ja.
Ik denk ook dat mensen, als ze hun leven willen beteren, ook vaak naar de verkeerde dingen zoeken. Ja. En daarvoor heb je vitaliteitscoaches, hè? Zeker. Om keuzes te helpen maken. Dat heeft alles te maken met media. En ik heb het niet eens over sociale media, want die vergroten uit. Maar media is een algemeenheid. Zeker vroeger met de commerciële televisie. Toen dat inkwam, toen was zendtijd was heel duur. Ja, dan ging je natuurlijk niet zeg maar het buurmeisje filmen. Maar je ging de extreme eruit halen. Mm-hmm. Rich and Famous en weet je, al dat soort dingen allemaal. En als jij dat maar, als jij dat elke dag laat zien, dan wordt dat de nieuwe norm. Ja? De vrouw die en moeder is, getrouwd is met een droomman, nog steeds, ondanks dat ze 3 kinderen heeft, een prachtig figuur heeft. En ja, ze noemt zichzelf spiritueel omdat ze yoga doet, weet je? Dus ja, dus dat is, ja, als dat de norm is, ja, omdat dat elke dag op televisie zo is en elke dag in de magazines, ja, dan word je ongelukkig. Mm-hmm. Ja. Want die lat ga je namelijk voor de meesten die lat niet halen. En vroeger kon je dat, want vroeger kende je dat soort mensen niet. En als je ze kende, dan wist je dat het een uitzondering was. Ja. Maar de media, ik bedoel, als het 1 op 1000 is, en je hebt een miljoen mensen, dan zijn er 1000 uitzonderingen op een miljoen mensen. Mm-hmm. Ja, maar dan kan ik, als ik televisiemaker ben, kan ik daar 3 jaar lang elke dag een uitzending aan wijden. En dan is het geen uitzondering. Denk je, zie dat er een soort van tegenreactie zal ontwikkeld worden? Want wat dat we nu echt zien, is wat je nu vertelt, commerciële tv 30, 40 jaar geleden, nu is het echt wel een overstellende trap geworden met sociale media. Denk je dat het alleen maar op een of andere manier kan stijgen, die discrepantie tussen de werkelijkheid en wat dat eigenlijk een uniek geval is? Of... Ja, je merkt het wel een beetje onder de jongeren. De jongeren noemen we dan de zoomers. Ja. Dat merk je met veganisme. Ja. Is dat zij, die zonder die groep veel groter. Ja. En zij stellen andere vragen. En sommige vragen denk ik, nou ja, daar kan me niet zoveel bij voorstellen. Maar bijvoorbeeld, bestaat zoiets als een geslacht? Mm-hmm. Weet je wel? Dat staat best wel ver van me af. Maar dat zijn wel vragen die daar gesteld worden. Ja. En wat je ziet is dat, kijk, je hebt de zoomers en de millennials. En daartussen zit nog een groep. En die noemen we dan de zillennials. En die zijn zeg maar een soort van tussen de 20 en 29. En een deel hangt een beetje naar de millennials toe. Dus dat is work hard, play hard. Mm-hmm. Ja. terwijl als je meer naar de zoomers hangt, dan ben je veel meer bezig met de rest van de wereld. Ja. En hoe dat invloed gaat hebben over jouw toekomst. Ja. Nou, als je echt in die millennial groep zit, iedereen heeft het over die millennial groep, maar laten we even wel wezen, maar die zitten gewoon depressief thuis met 3 kinderen. Ja, dat hele idee dat zij vooral heel erg, hoe heet dat, bevoorrecht zijn enzovoort. Ja, dat is een soort beeld wat allang niet meer, ja, en dat zij zeg maar op de terrasjes zitten, dat is gewoon niet zo. Ze zitten gewoon thuis. Het zijn veel meer de zoomers en de zillennials die dat hebben. En met name die groep zillennials, daar kijkt iedereen overheen. Die zitten nog van, hey, hoor ik, is het leven nou work hard, play hard? Of moet ik breder gaan kijken? Ja. Nou, work hard, play hard, dat gaat over de beste versie van jezelf. Terwijl de andere groep is wat wij altijd noemen de nobelste versie van ons.
En ik zeg niet dat het een beter is dan het ander. Maar we moeten wel meer een balans daarin gaan vinden. Ja, ja, want als ik dan denk hoe dat ik mezelf zou klasseren of hoe dat ik mijn vrienden zou klasseren. Het is vaak het ene uiterste of het andere, merk ik dan. Ja, hè? Ja. Hoe erg het ook is om dat toe te geven, maar het lijkt wel zo. En Jonas, ja. Hoe zou je mij klasseren? We gaan dat even privé bespreken. Ja, heel, heel interessant. Ja. Ja. En de vraag is natuurlijk, het is natuurlijk de vraag van, is dit niet juist de tijd om hierover over na te denken? Ik denk het wel. Ik denk dat als jij persoonlijk kan groeien uit deze tijd, dan heb je je tijd nuttig besteed. Ja. Want jij kan verder niks doen aan het virus. Mm-hmm. Maar jij kunt wel kijken of je hieruit kunt groeien. Ja. En de groei, wat je ziet is dat mensen groei zoeken in passie, maar dat is eenzijdig. Dat werkt niet. Ja. Je hebt ook de andere kant. En als die balans eruit is, dan gaat je integriteit eraan. Ja. Want je moet groeien en je moet de structurele integriteit behouden. En dat betekent dat de rest mee moet groeien. En als de rest niet meegroeit, dan ben je alleen maar aan het groeien om te groeien. En we kennen dat. We weten één ding wat alleen maar groeit om te groeien en dat is kanker. Mm-hmm. Ja? Dus je moet op een gegeven moment moet je gaan kijken of de rest ook meegaat. Ja. Dus zeg maar de nobelste versie van ons, dat deel... kan die mee, zonder dat je meteen zeg maar hippie gaat worden en al dat soort dingen. Het is het laatste wat ik, ja, of zweverig. Ik ben helemaal niet zweverig. Ik ben zo niet zweverig dat als je mij losmaakt van de aarde, dan zweeft de aarde weg, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik ben echt dat is niet wat mijn boodschap gaat zijn. Ja. Ja, als ik eerlijk mag toegeven, Shi, we hebben elkaar voor het eerst ontmoet in 2017. Ja. Dat was ook mijn eerste idee van als iemand sprak over vitaliteit, bijvoorbeeld. Het is zoiets zweverig, spiritueels, zoals hij in het begin zei. Maar het is zo'n raar begrip, we hebben geen idee, omdat we altijd op de oppervlakte blijven, heb ik de indruk. Ja. Ik vind het nu wel heel leuk om te horen, Shi, dat het heel moeilijk is om het fitnesscoachen en werken aan vitaliteit, dat heel moeilijk te verenigen is. Het geeft voor mij al een beetje mentale ballast dat ik even naast me kan leggen van ik hoef niet per se goed te zijn in beide. Nee. Maar ik vind het heel interessant. Ja. Nou, leuk. Ik denk dat het ook in zijn algemeenheid interessant is, omdat als ik dan spreek voor de fitnesskant van ons, ja, iedereen is daar bezig met persoonlijke groei. Mm-hmm. Ja, die urgentie voelen om daarmee wat mee te doen. Ik bedoel, veel van onze collega's in de branche, die hebben bijvoorbeeld als doel dat ze elke week een boek moeten lezen. Dat is niet raar. Mm-hmm. Voor zelfontwikkeling. Mm-hmm. Maar ook om te luisteren naar podcasts. Mm-hmm. Ik ken heel veel collega's die elke dag een podcast luisteren. Ja. Tijdens het hardlopen, tijdens het dingen, stofzuigen, weet ik wat ze allemaal doen. Allemaal als onderdeel van persoonlijke groei. Ja. Dus in die zin is het haak je daar eigenlijk op aan. Ja. Het enige wat je aangeeft is niet eenzijdig groeien. Ja. Net als dat je niet eenzijdig moet trainen. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Ja. Ik heb hier ongelooflijk veel bijgeleerd in dit uurtje. Ik denk dat het een podcast was van Shi vertelt een goed uur en Jonas knikken als ja. Telescopisch op interesse. Nee, serieus, ik vond het echt. Ja, dat valt wel mee hoor. Ik bounce natuurlijk af op jullie vragen. Tuurlijk, ja.
Nee, maar het is heel verrekend geweest. Ja, dat is weer stof tot nadenken. Hier ga ik toch wel nog een tijdje aan terugdenken. Yes. Het is ook de eerste podcast, denk ik, die dat ik zeker nog eens opnieuw moet beluisteren, Chi, om werkelijk alles nog eens te overlopen. Dus leuk, leuk om te horen. Ja, nou, gelukkig maar. Ja, zeker. Ja. Zie je wat er gebeurt nu? Dus Jonas was 1-2 minuten te laat en nu heeft hij weer superveel complimentjes om het goed te maken. Ja. Ja, heel goed. Alright. Bedankt. Ja, bedankt voor je tijdje. De volgende keer dat mensen jou kunnen bezig horen is op ons congres Cognition. Ja, daar ga zeker. Je spreken over volhouden. Correct, ja. En dat ligt iets dichter bij het PT-vak, want dat is waar iedereen natuurlijk tegenaan loopt. Is dat het beste trainingsprogramma en het beste voedingsprogramma natuurlijk niks waard is als mensen het niet volhouden. Ja. Ik kijk er naar uit. Alright. Ja. Laten Mooi. We dan hier deze podcast afronden. Bedankt voor jullie tijd. Dank jullie wel. Alright. Goed. Tot later. Dank je. Bedankt.